Gefeliciteerd. Oh, nou, dankjewel. Waarmee? Ah, dat vind ik wel leuk. En waarom? Weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk echt niet. Heeft u zelf wel eens met hoge nood ergens staan en dacht, waar moet ik heen? Ja. Gefeliciteerd. Oh, nou, dankjewel. Waarmee? Losser is in heel Overijssel de nummer 1 gemeente qua toiletvoorzieningen. Nou, fantastisch. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het mooi is voor iedereen die nodig moet. Ah, dat vind ik wel leuk. En waarom? Weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk echt niet. Yeah. Toiletvoorzieningen. Ik heb thuis prima voor elkaar, maar ik wist niet dat we daar in Losser zelf ook zo bekend om stonden. Nou, dat is hartstikke goed. Dat is heel goed, ja. Ja, zeker. Een toiletvoorziening? Ja. nog niks over gehoord, maar nee, dat wist ik niet. Dus als er bijvoorbeeld een klant in uw winkel komt en die heeft onwijs hoge nood, wat doen jullie dan? Ja, dan kan die bij ons aan het toilet, uiteraard. Ja. Heel goed, dat past bij Losser. En waarom past dat bij Losser? Omdat het een hele fijne gemeente is. Ja, ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee? Nee. Heeft u zelf wel eens met hoge nood ergens staan en dacht, waar moet ik heen? Ja. Bijvoorbeeld een dagje weg bent of zo, dan heb je vast wel eens dat je nodig moet en dan weet je niet waar je terecht moet. Nou, eigenlijk ben ik er nooit. Dan ga ik wel naar mijn school toe. Je kunt gewoon dan denken van, ik kan ergens naar het toilet hier. Ja. Ja, naar alle openbare gewoon kun je naar het toilet. Een hoge nood is hoge nood, dat heet niet voor niks zo, dus er moet iets aan gebeuren dan, hè? Ja. Net zoals de hond, want het wordt thuis ook zo troep.